Als jij niet gaat werken, dan ga je niks merken. Moet denken aan sparen, niet denken aan merken. Steeds meer jongeren krijgen te maken met snel oplopende schulden. Hoe worden deze jongeren bereikt en geholpen? We gingen langs bij het jongerencentrum in Druten om dit te vragen. Als, als jongerenwerkers komen we er wel mee in aanraking. Met jeugd die problemen heeft met financiën. Onder de, onder de 18 denken we aan een paar honderd euro. Ja, boven de 18 is het, dan kan het al snel oplopen naar duizenden euro's. Omdat ze een eigen rekening hebben. Bijvoorbeeld een scooter kunnen leasen. Vaak in een gesprek waar wij vragen aan de jeugd of ze hun ouders er überhaupt weet van hebben. En dan de ouders erbij betrekken, als ze dat willen. En anders gaan we zoeken naar een oplossing. Er wordt gewerkt aan een oplossing door de jongere werkers. Maar wat heeft de gemeente Drutte te bieden? De gemeente stelt een, een beleid van vast, maar daarin staat een aantal zaken die we willen oppakken. En voor jongeren willen we daar echt een speerpunt van gaan maken. Dat wij een, een soort van perspectieffonds kunnen weg. Dat we niet meer de schulden centraal staan, maar gewoon het perspectief van de jongeren. Dat wil eigenlijk zeggen dat we willen kijken van of we al die schulden, vaak kleine schulden, bij meerdere schuldeisers kunnen opkopen. Zodat we daarmee inkasselkosten en andere bijkomende kosten, waardoor schulden heel snel oplopen, kunnen voorkomen. Dat we jongeren kunnen zeggen van nou in ruil daarvoor nemen wij die schuld op. Dat betaal je ons uiteraard terug. Maar jij kan nu gaan werken aan jouw toekomst. Rapper Fabio is benaderd door de gemeente Drutte om het probleem op een manier die de jongeren aanspreekt onder de aandacht te brengen. Ik uh, heb ja, gelijk mijn beatmaker uh, een bericht gestuurd of die een beat had. Hij had iets wat mij gelijk aansprak en ik ben gewoon gaan schrijven met uh, de boodschap uh, gewoon achter in mijn hoofd eigenlijk. Ja je kan niets uitgeven uh, als je het hebt. En als je het niet hebt, euh, zorg dat je eerst wat aan de zijkant hebt voordat je het uitgetreden. En mijn beste les eigenlijk, geef, koop pas iets als je het twee keer kan kopen. Ik ben bekend met de problematiek, ja zeker. Uh, om mij heen zie ik het veel gebeuren. Ik heb zelf natuurlijk ook wel momenten meegemaakt dat het even een maandje even wat krapper wordt. En je denkt gelijk van ja, als ik hier niet op antispeer, dan kan het uit de hand gaan lopen. En je kan mijn clip vinden op YouTube, Kapitaal No Geld. Hij staat nu een maandje online en uh, gaat uh, bekijken.